Was er nog wat op tv deze week? Kassie kijken met Ron Vergouwen. Ja, er is weer een nieuwe trend in tv-land. Nou ja, niet helemaal nieuw misschien, maar we zien het de laatste weken wel erg veel voorbij komen op het scherm. Scripted reality. De commerciëlere variant van wat we vroeger met een duur woord ook wel docudrama noemden. In Duitsland al jaren een succes en nu heeft ook Net5 een als reality-serie gefilmde dramaserie. Vandaag in Achter gesloten deuren, het turbulente liefdesleven van Isabel. Ze valt als een blok voor Nick, de klusjesman. Ja, elke werkdag zien we in dit programma een uur lang een ander verhaal rond een persoonlijk drama. Zoals je die ook leest in tijdschriften zoals Mijn Geheim. Alleen nu met acteurs. Hij heeft geen idee dat Isabel niet helemaal eerlijk tegen hem is. Eigenlijk, zolang als dat ik me al kan herinneren, heb ik al het gevoel dat ik in een verkeerd lichaam zit. Als ik dan een keer een vriendje had, nou ja, binnen no time was er dan van, met wie sta jij nou te praten? Weet je wel dat zij eigenlijk een kerel is? Isabel met het klokkenspel. Ja, er is niet gekozen voor de beste acteurs van Nederland. Natuurlijk omdat al die bekende gezichten het realitygehalte omlaag zouden halen. Het is ook veel goedkoper. Maar acteren, dat blijft een vak natuurlijk. Hè? Zelfs als de teksten niet voor 100% vaststaan. Hé, hey, ik ga je nu vertellen wat er is. Oh. Ik ben geboren als jongen. 2 weken later. Zij is eerlijk tegen mij geweest. En ik schrok daar natuurlijk wel van. Ja, ik ben gewoon voor gegaan. Ja, het ziet er allemaal een beetje knullig uit, maar het is wel een aardig tv-idee. En soms met grappige details. Bijvoorbeeld als er weer eens zogenaamd, per ongeluk, een microfoonhengel in beeld komt. Of een acteur die zogenaamd spontaan tegen de cameraman praat. Achter gesloten deuren heeft voor Net5 begrippen redelijke kijkcijfers. Daarom komt tv-broertje Veronica sinds deze week met een eigen gescripte reality-reeks die weer een stapje verder gaat. Alles wat je ziet is echt, behalve wat wij hebben verzonnen. In het centrum van Amsterdam staat een huis waarin wij 7 jonge mensen hebben neergezet. Ze zijn gedreven, ambitieus en klaar om van hun leven een succes te maken. Gevolgd door camera's vertellen zij hun verhaal. Dit is Frank, een kunstenaar die wereldberoemd wil worden. Denise, een spirituele actrice die op doorbreken staat. Romy, nagelstyliste / actrice. En het heet The Young Ones. En dit programma noem je eigenlijk met een chic woord constructed reality. In dit programma staan de verhaallijnen namelijk slechts voor een deel van tevoren vast, maar worden door de makers wel heel erg gemanipuleerd. En de acteurs die spelen zichzelf. Nou ja, spelen. Alle juryleden van de Louis d'Ors en de Gouden Kalveren even de oren dicht. Jezus, wie ben jij? Jezus, jij ligt in mijn bed. Ja, ik... Ik kom terug van een lange reis. Kapot moe, ligt er verschrikkelijk mooi meisje in mijn bed, maar wat dan? Blijf liggen en dan ga ik wel ergens anders. Neem een hobbykje wel mee en... Doei. Ja, ik zal even uitleggen wat u net hoorde. Dit is waarschijnlijk wel een waargebeurde scène, maar is toch gespeeld. Hoe kan dat nou? Het voorval wat u net hoorde, dat vond waarschijnlijk plaats waar de draaiende camera niet bij was. Maar de makers die wilden dat de jongeren de situatie gewoon nog een keertje overdeden voor de camera. En het liefst nog lekker een tikkie aangezet. En dat is dus lastig als je bijvoorbeeld een liefdesbreuk of een ruzie gewoon voor de camera nog een keertje over moet doen. Ik probeer hier lekker voor jullie te koken en wat krijg ik? Alleen maar grapjes. Ja, je moet eens stoppen met iemand zwart maken. Hoewel de kijkcijfers van dit programma ronduit belabberd zijn, is er nog een soortgelijke serie in de maak, maar dan in een ziekenhuis. Met doktoren die én dokter én acteur zijn. En met bijna echte patiënten. Zo eentje die het na een ernstige diagnose niet erg vindt om nog eens een keer na te spelen dat hij voor het eerst hoort dat hij kanker heeft. Daar gaan we dus vast nog wel wat over horen. Trouwens, niet alleen commerciële zenders maken dit soort reality. De NTR die heeft sinds kort ook zo'n serie over een leraar. Ik ben niet alleen maar leraar. Goed zo, Michaeltje. Ik ben ook een coach. En nou zie ik tranen van vreugde. Af en toe oma Gent. En dan ben ik weer de entertainer. In Hoefnagels Help, ik ben leraar volgen we docent Peter Hoefnagels over zijn ervaringen in het onderwijs. Gebaseerd op een boek van de echte Peter Hoefnagels. Want deze tv-leraar is een acteur. De leerlingen zijn wel zichzelf. Nou ja, die spelen ook weer zichzelf. Wacht even, Stanley, wat valt te lachen? Kom eens hier naar voren. Ik wil gewoon dat je hier bij me komt staan. Alsjeblieft. Dit Stanley... Hey, stop eens. Maar voor u nu gaat zeggen schandelijk, die overlap tussen reality en drama. Het sturen van kandidaten bij reality gebeurt overal en al een hele tijd. Want heeft u bijvoorbeeld Boer zoekt vrouw al eens een keer goed bekeken? Moet ik mij alleen te laten? Ik ben een beetje een vreselijk lastige eter. Is dat zo? Ja. Nou, ik ben niet lastig, maar ik lust niet alles. Het is thee, ik lust wel steen, maar niet de saus erover. Oh. Ja.
Nou, het spijt mij. Nee, met een vegan. Maar het is juist zo lekker als saté met saté-saus. Ja. Nee, oké, dit zijn natuurlijk geen acteurs, maar ook hier is sprake van een script. Of dacht u dat al die logeerpartijtjes, groepsgesprekken en het toevallig serveren van eten waar iemand allergisch voor is allemaal spontaan gebeurt? Nou ja, misschien ook wel. Maar dat is eigenlijk ook het leuke aan televisie. Hoe echt het is, dat weten we niet. En dat is soms maar goed ook. Kassie Kijken met Ron Vergouwen.